Lieve mensen van het internet, het is tijd voor echte nostalgie. Namelijk Rollercoaster Tycoon 3, wat ik best wel lang geleden heb gespeeld op het kanaal. Ik heb er ook een vaste serie van gemaakt van meer dan 225 video's. Dus ja, we kunnen dit spel niet zomaar in de kast zetten. Het is tijdelijk een vervanging voor Planet Coaster, aangezien mijn oude computer nog steeds in gebruik is. Maar wel leuk, terug naar de basics. Oh, kijk nou, dierentuin. Kapotte PC. Ik heb het dus eerder gehad, blijkbaar. Kapotte PC ook. Kan ik me dit nog herinneren? Oh, die achtbaan, wat verschrikkelijk. Nou ja, verschrikkelijk. Op zich, nou, kunnen van onderrijd doen. Handjes in de lucht! Deze kan ik nog wel herinneren. Oh, wauw. Ja, natuurlijk heb je niet zo'n fantastische bouwtool als in Planet Coaster. Je bent een beetje gebonden aan bepaalde baandelen die je dan kan plaatsen. Maar op deze manier kan je wel een hele toffe achtbaan in elkaar zetten. Ik weet toevallig dat er een mod is dat je dus een custom achtbaan erin kan zetten en dat je wel allerlei dingen kan aanpassen. Zo, kijk die graphics. Serieus? Kijk dan. Als ik uitzoom zie je dit. Nou, hè? Zo, dat ga ik even aanpassen. Ik bedoel, dit spel is niet zo zwaar. Oh, en deze attractie. Oh, die had ik toen gedownload. Oh, maar dit vind ik leuk. Maar we gaan even het thema aanpassen. We gaan even iets moois maken. Eén ding, zet schaduwen uit. Het ziet er zo lelijk uit. Altijd standaard schaduwen, gewoon geen. Natuurlijk, op zich hoort het erbij. Ik kan het wel eventjes aanzetten, maar het ziet er echt niet uit. Meestal doe ik het gewoon uit. Alles staat wel op zijn hoogst. Dat is vreemd. Nou ja, misschien ligt het gewoon aan de textures. Maar kijk dan, dat dak is wel echt bizar. Bizar gewoon. Laten we een achtbaantje maken. Gewoon een nieuwe. Maak het uit. En dan gaan we deze attractie ook een klein beetje aanpassen. Nou ja, gewoon dingen verwijderen. Het was een soort jungle attractie, geloof ik. Met een treintje die dan langs allerlei scènes gaat. Hartstikke leuk. Maar het ging vooral om die attractie zelf. Dat het gewoon super cute is. Dat er zo'n treintje gewoon met mensen. Het doet me echt denken aan Duinrel. Kennen we die? Met die kaboutertjes. Kijk, ze zitten. En zelfs de directeur zit in het karretje. Want hij moet natuurlijk wel een soort inspectie doen per attractie. En dat vind ik zo leuk. Zelfs al is het een ruige achtbaan, meneer gaat er nog steeds in. Nou, laten we deze attractie gewoon weghalen. En dan kunnen we hier misschien wel het station gebruiken voor een achtbaan. Dat is misschien leuk. Bezoekers hebben dorst, overwegen meer kramen met drinken. Ja, ja, ja. Mensen willen drinken. Ik snap het. Ik zet wel een kraampje neer. Hier staat al een frisdrankautomaat. Misschien aan het begin dan. Misschien hier zo. Oh, wacht. Ik heb met die grond lopen klooien. En dan krijg je dit soort dingen. Wacht even. Nou, hier kan ik hem niet plaatsen, zoals je kan zien. En dat komt echt door het ophogen van het land. Daar ga je zoveel gezeik mee krijgen. Dat is. Moet je kijken ook die paden, wat er gebeurt. Het pad kan je niet meer verbinden. Terwijl het eigenlijk bijna. Ja, het ligt wel bijna op gelijke hoogte, maar toch weer niet. En een kraampje kan ik er wel neerzetten. Oh, je ziet dat het net een klein beetje verschil maakt met het land. Echt een millimeter. Het is wel druk in het park. Laten we eens even de achtbaan realiseren. Ik was al aan het kijken naar het lijstje van wat we allemaal hebben. Op zich kunnen we ook een gelanceerde achtbaan maken. Daar heb ik ook wel zin in. Even kijken hoor. Gelanceerd. Zou dat bij de G zijn van gelanceerde achtbaan, denk ik, of niet? Ik denk niet. Ik weet niet of het zo precies. Nee, zo werkt het niet, helaas. De zeeslang shuttle. De wagens worden achteruit op een liftheuvel getrokken en vervolgens op de baan losgelaten. Ook best wel hele unieke achtbanen zaten in het spel. Wel echt leuk. Ja, deze vond ik ook zo prachtig om te bouwen. De White Water Rapids. Ik ben nu weer helemaal afgeleid. Waarom? Ik vond het gewoon. Ja, kijk dan ook met dat, die vines die er overheen groeien. Dat was zo leuk. Ik kon hier altijd zulke leuke dingen mee maken. Prachtig. Dit was toch wel een van mijn favoriete attracties om te bouwen met een jungle thema. Met tempels, dat moeten we ook gaan realiseren. Doen we wel in de aankomende aflevering, want volgende week waarschijnlijk nog een aflevering Rollercoaster Tycoon 3 op de maandag. Ik krijg wel een prijs voor het mooiste en het netste park. Haha, yes! Komt allemaal door dat frisdrankkraampje, dat weet ik zeker. Even kijken, gelanceerde achtbaan. Staat niet bij de G van gelanceerde. Moeten we dan naar een andere kijken met pers aangedreven achtbaan? Ja, nee, dat is een beetje te. Too much. Een omgekeerde shuttle-achtbaan, oftewel gewoon een hangende achtbaan. En dat is dan natuurlijk allemaal dat Nederlands vertalende, dat is allemaal een beetje apart natuurlijk. Staande achtbaan, een draaiende achtbaan. De stratenachtbaan, een snelle achtbaan met veel capaciteit. Die wordt aangestuurd door een hydraulische lanceringssysteem. Kijk, moeten we zoiets dan hebben? Ik vind het wel grof. Ik wil eigenlijk gewoon een stalen achtbaan, gewoon een beetje simpel. En dan gewoon met een lancering, klaar. Achtbaan met verticale val.
klinkt ook leuk. Het is ook gewoon leuk, hè? Achtbaan zonder vloer. Dat je gewoon met z'n allen naast elkaar zit. Beetje een soort Lost Gravity idee. We kunnen ook een kurkentrekker achtbaan maken. Zoiets als Python en Belagos. Dat zou leuk zijn. Maar ja, dan heb je natuurlijk wel weer een beetje een simpele standaard achtbaan. Op zich ben ik er wel een voorstander van, want ik vind het wel echt een toffe baan. Hier moet dan een station komen. Nou, op zich zou dit allemaal goed moeten komen qua afmetingen. Als ik er rekening mee heb gehouden met de vorige attractie. En dan kunnen we hier gewoon beginnen met de rit. Oh, maar dit is wel tof. We kunnen het ook zo doen, hè? Dat die schuin wordt opgetakeld. Want anders krijg je weer zo'n standaard dat je een bocht maakt en dan hier naar boven. Dat vind ik ook een beetje cliché. Dus laten we het gewoon eens anders doen. Misschien dat hij nu al zo'n bocht maakt. Oh, dat is nog beter. Zo. En dan gelijk die optakeling naar boven. Perfect. Beter kan gewoon niet. Is er geen ondersteuning? Waar is de ondersteuning? Wat heb ik gedaan? Heb ik iets verkeerd gedaan? Wacht even. Oké. Nou ja. Blijkbaar als ik de achtbaan schuin maak. Ik ben dat helemaal vergeten. Oké, nagaan hoe lang ik dit spel niet heb opgestart. Maar blijkbaar kan je geen ondersteuning zien als je de baan schuin omhoog... Echt jongens. Welkom bij Rollercoaster Tycoon 3. Alles is mogelijk. Maar niet alles. Oké, hoeveel meter is dit precies? Ik geloof dat je dat kan aanduiden ergens met een functie. Even kijken hoor. Ja, dat is het nadeel. Als je een lange tijd het spel niet hebt gespeeld, dan ben je een beetje eruit, hè? Was het niet hier ergens? Ja, kijk. Ja, dit moet je aanvinken. Goedemorgen. Nee, 30 meter. Nou, misschien is het leuk om, als je boven bent, dat we dan een soort van naar beneden gaan. Net als de Python. Dat is leuk, toch? Of gaan we zeg maar in een bocht zo naar de looping? We kunnen ook deze ruimte benutten voor de achtbaan. En dat hij dan hier onderdoor gaat en dan hier de rem in en dan gewoon de bocht maakt. Dat kan ook, want dan hebben we deze ruimte ook gelijk benut. En dan kunnen we misschien ook wel een beetje heuveltjes maken nog. Want dit is al een soort van... Oh, nee. Ja, ik heb wel heuvels geprobeerd te maken, maar dat is echt een ramp in het spel. Ik raad aan om het gewoon allemaal vlak te houden. Alsjeblieft, doe dat. Gewoon vlak. Is dit soort Python-achtig? Voor mij gaat hij nog een stuk rechter door. Maar ja, ik vind het ook wel leuk. We kunnen ook een beetje een scherpe bocht maken. Deze zegt van zo gewoon. Ik denk dat dat beter is. Oké, wend er maar aan. Dit is geen Planet Coaster. Nogmaals, Rollercoaster Tycoon. Je kan geen vloeiende bewegingen maken met deze achtbaan. Het is schuin. Of het is minder schuin, of het is recht. En daar heb je gewoon mee te dealen. Dat is het gewoon. Ja. Kijk, wat je wel kan doen is natuurlijk... Kijk, je gaat niet gelijk recht, maar dan krijg je dit. Het is op zich wel een vloeiende beweging. En als je dan deze doet, maakt hij ook een vloeiende beweging van. Dus ik denk dat ik dit het beste kan doen. Anders kom je op zoiets uit. En dan zo. Dat kan ook nog. Maar ja, daarvoor is de achtbaan weer te laag. En bij de Python is die natuurlijk ook een stukje boven de grond nog. Dus ik denk dat dit wel helemaal goed komt. Dan gaan we natuurlijk naar de looping. Nou, daar komt hij. Deze, dit is een mooie natuurlijk en zo. Kijk, en dan gaat hij dus eventjes door. Dan gaat hij naar boven. En dan pakken we de volgende looping. En dan gaat hij door. En dan gaat hij naar boven. En dan zie je alweer dat we heel dicht bij de omgeving zitten. Dus we moeten eigenlijk een beetje uitkijken wat we hier gaan doen. Schuin naar boven. Dit is wel heel gaaf. Ik zweer het. Als je dan zit te kijken vanaf het pad, dan is dat wel gaaf dat de achtbaan zo voorbij komt. Ik weet ook niet hoeveel snelheid hij nu maakt. Ik kan hem ook wel even laten testen. Ik bedoel, dat kan gelukkig met het spel. En dan kan je even kijken wat hij gaat doen. Nou, we hebben een optakelingssnelheid van 14 km per uur. Dat is op zich wel een flinke snelheid. En dan gaan we hier zo met een mooi vaartje. Nou ja, mooi vaartje. Erg traag zeg. Oh, gaat hij nou gewoon bijna stilstaan? Ik denk dat hij echt serieus bijna gaat stilstaan. Nee. Nee. Kom op. Kom op. Ja, daar gaat hij. Daar gaat hij. Ja, dit kan natuurlijk echt niet hoor. Dit kan echt niet. Ik ben benieuwd of hij die loopings nu al überhaupt gaat halen. Waarschijnlijk. Oh. Dit is wel een mooie snelheid. Eerlijk toch? Kijk nou. Dit gaat helemaal goed. Dan hier schuine bocht. Op zich gaat dit helemaal... Nou, helemaal top. Alleen dat beginstuk is natuurlijk waardeloos. Hoe we dat kunnen aanpassen is het volgende. En dit kan heel makkelijk trouwens. Kijk, we gaan hem gewoon hoger doen. Dus als in, we gaan voorbij de 30 meter. Dan krijg je zoiets. En ik denk dat dit al heel erg gaat schelen. We kunnen de snelheid ook nog wel aanpassen van de kettinglift. Dan kunnen we die naar maximaal, ik denk 18 toch? 16. We kunnen dat doen. Maakt uit. Dan weet je in ieder geval dat die wel een stuk sneller gaat. Misschien moet hij hier gewoon een bocht maken. En dan richting een kurkentrekker als dat lukt. Ik ga eens even kijken of dat lukt. Grote kurkentrekker, dan krijg je zoiets. Maar er zit wel een soort van
een knikje in, heb ik het gevoel. Maar ik ga het wel gewoon proberen. Oh, dat zou vet zijn. Dat zou vet, als hij hier doorheen ging. Jammer dit. Oh, dit had zo vet geweest. Je snapt wat ik bedoel, hè? Dat hij hier dan tussendoor gaat. En dan komt hij hieruit. Dan kan je hier een bocht maken en dan kan je zo naar het einde. Poh! Maar ik kan het misschien corrigeren door die loopings een stukje naar links te gooien. Dan zou het denk ik kunnen. Kijk, dan moeten we dit gewoon even aansluiten. Ik ben benieuwd of het gaat lukken, hè? Ik ga niet zeggen tegen jullie dat dit gewerkt. Want voor hetzelfde geld doet hij het niet. Oké, daar komt hij. Oké. We kunnen zelfs drie... Oh, dat is ook vet. Drie kurkentrekkers. Het kan gewoon. Holy shit. Dit is een mooie timing. Ik ben blij nu. Wat we ook kunnen doen, is hier op zijn kop laten hangen. En dan gewoon iets anders ervan maken. Maar ik denk dat dit niet helemaal lekker uitkomt. Dus we gaan gewoon deze afmaken. Zo. En dan gaan we gewoon een einde eraan breien. Ik weet niet hoeveel snelheid hij hier heeft. We kunnen het even gaan testen natuurlijk. Want je moet een achtbaan blijven testen. Uiteraard. En misschien kan ik de trein ook wat langer maken. Want het is wel echt een heel klein treintje. Oké, daar gaat hij hoor. Hij heeft genoeg snelheid nu. Zal hij waarschijnlijk ook sneller door de looping gaan. Ja, wel iets sneller. Misschien met 3 of 4 kilometer sneller. Nou, iets meer misschien. Maar dit is wel heel vet. Want in principe in die kurkentrekkers verliest hij wel iets snelheid. Maar niet superveel. Dus dit is natuurlijk echt goud. Echt goud. Hier gaat hij weer recht. En hier komt het eindstukje. Nou, dan moeten we toch een beetje weer naar het einde toe. Dus we gaan toch maar weer even een draai eraan geven. Kijk, daar hebben we toch een beetje een bocht erin. Ik weet niet of dat mooi staat, maar dan hebben we dat ook een klein beetje opgevuld. Oké, en dan gaan we gewoon hier naar de remmen. Zit hij ook precies op de grond. Hoef ik er niks meer aan te doen. Helemaal perfect. Kijk, dan doen we hier gewoon remmen. En die komt van een remsnelheid van 21, 18, 14. Natuurlijk mag een onrijd niet ontbreken. Van deze met standaard kleuren bezaaide kurkentrekker. Maar ik denk dat dit mooi gaat worden. Ik ben hier trots op. Ja, best wel. Het komt denk ik door die kurkentrekkers. Oké. Handjes in de lucht. Daar komt ie. Dit wordt hem. Lekker vaartje. En het gaat ook best wel soepel, hè. We mogen niet klagen. Lekker, man. Mooi bochtje. Over dat dakje heen. Hij heeft nog lekker de vaart erin. Op naar de kurkentrekkers. Nummer 1. We kunnen tellen. En de laatste. Uiteindelijk de bocht natuurlijk. Dan krijgen we die bocht naar beneden. Dan krijgen we de spiraal. Ik weet niet hoe dat eruit gaat zien. Nou. Lekker vaartje. Dit is perfect. Ik denk dat dit gewoon goed is. Alleen, wat ik al zei. De trein moet langer. Want dit kan natuurlijk echt niet. En ik ben benieuwd of we die trein ook langer kunnen maken. Dat is natuurlijk wel de vraag. Ik zal even een ingang doen en een uitgang. Ingang komt hier. Ja. En de uitgang plaatsen we hier. Soms kan je ook nog de karretjes wijzigen. Kan dat ook? Ja. Kijk. Dit zijn een soort van shuttles. We hebben vallende ster. We hebben de kurkentrekkerwagentjes. Oh, ik vind die ster vind ik wel tof dit. 5 wagentjes per trein. Dat is eigenlijk het maximale wat ik kan doen. En aangezien er geen geblokkeerde remmen zijn, anders had ik hier ook nog een trein op kunnen plaatsen, is er maar 1 treintje. Dat is jammer. Wat we wel nog kunnen doen, is misschien, als dat lukt, op een recht stukje, en dat is hier, weghalen. En een fotomoment. Want dan kan ik namelijk gewoon een kijk dan, die cameraatjes. Dan kan ik gewoon een onderrijd verkopen. En dan wil ik hem wel gewoon wit maken. Gewoon even een shout-out naar de Python. Kijk, en dan die groene ondersteuning. Fantastisch. Dit is hem. Dit is het achtbaan. Wat een chique ineens. Dit is echt leuk. Ik weet zeker dat hier mensen ingaan. En hoe heet deze? Achtbaan 1. Tot zover deze aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Hopelijk heb je genoten. Laat dan vooral een duimpje achter. En volgende week zijn we terug. In plaats van Planet Coaster. Met een oldschool Rollercoaster Tycoon 3 videootje. Ik hoop dat je dan weer kijkt. Doeg! Lekkere muziek. Pam pam. Pakak tuk tak tuk tuk tak taka. Hapako.